Hoe kijk je terug op afgelopen zondag? Ja, uiteraard met een goed gevoel. Het is altijd fijn als je wint, maar zeker ook als je gewoon verdiend wint. En daar was van beide sprake afgelopen zondag. Dus dan heb je altijd een lekker gevoel. Alleen ja, de volgende wedstrijd, en niet de minste, staat alweer voor de deur. Dus de focus gaat ook alweer snel op AZ. Zijn dit de mooiste weken voor een trainer? Nou ja, je wil veel voetballen. Het zijn ook zware weken, want ja, het is nabespreken, beelden selecteren. Volgende wedstrijd staat alweer voor de deur. Moet je ook weer analyseren, beelden selecteren, met jongens gesprekjes voeren, fitheid in de gaten houden. Wat past het best bij welke wedstrijd? Dus het zijn ook drukke dagen, maar wel heel mooi. Nou, in principe hetzelfde als tegen Emmen. Wessel en Gabriel zijn er nog niet bij. Sam kan mogelijk wel weer aansluiten. En vanuit de wedstrijd van Emmen hebben we geen blessures of schorsingen opgelopen. Het enige wat we zullen moeten aankijken, en dat doen we pas morgen, is wat we met Arjen gaan doen. Enorm goed voetballende ploeg, maar ook gewoon heel veel individuele kwaliteit. Hè. Ik vind het heel knap wat die club al een paar jaar presteert. Zeker ook omdat ze een aantal eigen jeugdspelers, die hebben zich gigantisch doorontwikkeld, zelfs allemaal tot international. En die zullen waarschijnlijk ook grote vervolgstappen gaan zetten in hun carrière. Maar zijn gewoon hele dragende spelers geworden in een paar jaar voor AZ. En daarnaast hebben ze ook wat buitenlandse jongens gehaald, die gewoon al een paar jaar ook hele belangrijke spelers zijn. Hè? Met Svensson, met Mitchell. Misschien vergeet ik er ergens nog één. Dus ja, het is gewoon een heel uitgebalanceerd elftal met veel individuele kwaliteiten. Maar oké. Wij gaan ervan uit als wij een topdag hebben, die we uit misschien ook wel hadden, en zijn misschien een wat mindere dag, dat er mogelijkheden liggen om een goed resultaat te halen. Ja, bij ons thuis, want de meest verse is natuurlijk die uitwedstrijd eerder dit seizoen. Dat was ook een aparte wedstrijd, gezien dat hun trainer wegging en rode kaarten. Maar thuis denk ik toch wel aan de play-off voor de Champions League. Wij waren vijfde geëindigd en zij tweede in de competitie. Ik geloof een verschil van meer dan 20 punten, maar dat zeg ik even uit mijn hoofd. Misschien is dat helemaal niet waar. Maar wij wonnen play-off thuis met 3-1, denk ik. Laatste minuut scoorden zij 3-1. En uiteindelijk uit gingen we door, maar die thuiswedstrijd leek alles in goud te veranderen. Want de ene goal was nog mooier dan de andere. Volgens mij hadden we zelfs vanuit de kleedkamer op doel kunnen schieten, was die er nog in gegaan. Soms heb je van die dagen dat alles mee zit.